We zijn hier bezig op NAG. NAG staat voor New Amsterdam Courthouse. Ja, dit is de grootste rechtbank van Nederland. In dit ontwerptraject werken we samen met de architect Kaan, adviseur ABT. Heijmans coördineert met name en faciliteert. Voor een project als dit is de voorbereiding echt enorm. En dat wil zeggen dat alle facetmodellen, alle BIM-informatiemodellen nauwgezet afgestemd moeten worden op elkaar. Ik loop nu bij de entree. En ik ga hier de entree door. Het zijn de beveiligingspoortjes. BIM is eigenlijk het nieuwe ontwerpen waarin je een virtueel gebouw in 3D modelleert. Waarin vervolgens ook al je informatie is geborgd. En dat is eigenlijk de bron waarmee je gaat bouwen. Ja, op kantoor zien we het gebouw natuurlijk alleen maar op het scherm. Dus dan heb je maximaal een 24-inch monitor. En hier zie je natuurlijk hoe gigantisch dit gebouw is. Ja, als je kijkt naar 20 jaar geleden, toen alles nog op een tekentafel of in een CAD-systeem uitgewerkt werd. En dat zorgt voor een ontzettend lange doorlooptijd ook van het traject. En wat je tegenwoordig eigenlijk ziet, doordat iedereen in het model zit, is dat alles simultaan en gelijktijdig gebeurt. En op die manier is de informatie eigenlijk veel sneller voorhanden. Dus dat betekent ook dat die software zo is ingericht dat je met meerdere partijen en meerdere personen in één model kan werken. Wat dit oplevert is dat clashes eigenlijk ook direct gesignaleerd worden. En je dus eigenlijk in een heel vroeg stadium de dialoog over kunt hebben met elkaar. Natuurlijk hartstikke grappig dat we eigenlijk buiten pas op dit niveau zitten. Ontwerptechnisch hebben we natuurlijk eigenlijk al lang uitgedacht tot boven. We moeten ze alleen nog even realiseren buiten. In de nabije toekomst verwacht ik dat we steeds minder tekeningen gaan gebruiken. Daarbij verwacht ik ook dat we steeds meer de computer ontwerpen kunnen laten genereren. Zeg maar automatisch een basisontwerp kunnen maken waarbij we zelf nog bij wijze van spreken de laatste 30% ontwerpen. Ja, digitaal bouwen heeft van mij betreft echt de toekomst. En ik ben er ook van overtuigd dat digitaal bouwen uiteindelijk ook leidt tot een veel beter product. Niet alleen voor de bouwer, maar ook voor de klant.